Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nick en Nick. Voor boys en girls. Kijk nou jongens, het is Joy. Dit is Joy. Het is best wel gestrest hier. En dit is Bart. Yay! Wow. Lekker hoor. En samen duiken wij iedere week in de wereld van sport, fashion en showbiz. Erg dit! Wij gaan backstage en onstage op onderzoek uit. Wauw! Top! Dit is Joy en Bart. Goed met jou? Ja, heel goed. Ik ben Max Verstappen en het gaat vrij aardig, moet ik zeggen. Oké. Okay. Dus wat is er? What's up? Nou ja, ik heb eigenlijk iets geregeld dat we samen naar Holland's Next Topmodel kunnen achter de schermen. Oké, okay, vet. Maar Joy, wat moet ik daar precies eigenlijk? Nou ja, er zijn echt heel veel knappe vrouwen, dus ik denk dat je het wel leuk gaat vinden. Oké, okay, top. Ik kom eraan. Tot zo. Bart, hier is het. Manege the Paddock. Maar iets met Holland's Next Topmodel, mooie vrouwen. Wat doen we hier? Loop maar mee. Oké. Okay. Deze model had je dus, heel goed. Ik heb zo meteen een afspraak met Anouk. En ja, zij is de presentatrice van Holland's Next Topmodel. Ze heeft in hele grote tijdschriften gestaan. Ze heeft hele grote catwalk-shows gelopen. You heard it from the one and only Anouk, Holland's Next Topmodel host right here. Overtuig ons. Ik ga haar een paar vragen stellen. Nou, waar is ze dan? Daar ergens? Ik heb geen idee, maar ik ga haar even zoeken, oké? Ik vermaak me hier wel. Komt helemaal goed. Oké, doei! Nieuwe vriendje. Hoe lang ben je nu al in de make-up? Hoi, ik zit hier nog ongeveer een uurtje in. Qua make-up en haar en straks nog naar de styling. De modellen moesten volgens mij heel lang wachten voordat ze eindelijk op de foto konden. Ze moesten al een uur in de make-up en in de haar. En dan werden ze ook nog gesteld met outfits. Dus dat duurde echt heel erg lang. Is het leuk om de hele tijd in de make-up te zitten? Ja, natuurlijk. Het is heerlijk als iedereen lekker in je haar zit en lekker make-upjes bij je op doet. Dan hoef je het zelf niet te doen. Nee. En dan ook nog eens goed op de foto te staan. Het is wel spannend, maar ook echt heel leuk. En heb je Anouk gezien? Want ik ben op zoek naar Anouk. Ja, volgens mij ging ze die kant op, aan het eind naar rechts. Oké, bedankt. Oh, ja, dat is ook lekker. Hé, hey, mijn lieve schat, ik ga je wel even met rust laten, want er zijn mooie vrouwen hier. En fotografen. Dus ik ga eens even kijken of ik op de foto kan hier. Gaat me lukken. Dag jongen, dag. Wat een leuke baan heb jij, zeg. Je verslaggever mag zijn. Cool. Maar waarom zijn we hier? We zijn hier in het bos in Bilthoven, want we zijn opnames aan het maken voor Holland's Next Topmodel. En de meiden die het heel goed doen nu, die gaan morgenavond met ons mee naar Ibiza. En dit is de locatie waar ze straks gaan fotograferen. En dan hebben ze een hele mooie Friese staander, dat is een heel groot paard. Daar gaan ze vandaag de fotoshoot mee doen, voor een sieradenmerk. En dit is een van de locaties met deze mooie bomen op de achtergrond, waar ze straks dus gaan fotograferen en een beetje hier tussen de varens. En is er een bepaalde pose die eigenlijk altijd goed werkt? Nou, dat ligt er een beetje aan wat de opdracht is. Maar het is heel belangrijk dat je altijd met je ogen een verhaal vertelt. He, want als er geen uitstraling of iets spannends in je ogen gebeurt, dan breng je eigenlijk ook geen verhaal over. Ogen zeggen dus heel veel. Dus als je blij bent of verdrietig. En dat vond ik best wel bijzonder om te horen. Dus nu in de ruimte waar alle modellen zitten van Holland's Next Topmodel. En daar staan er twee. Ik ga gewoon wat vragen. Hallo. Hi. Ik ben Bart. Hi. Ik ben Bart. Hoi. Nou kijk, we zitten hier allemaal te kijken en er zitten allemaal mooie modellen. Hoe is dat om model te zijn überhaupt? Ja, spannend. Ja, heel erg leuk. Ja. Je maakt heel veel mee. Ja. Wat maak je dan zoal mee? Nou, we hebben in een ijsbad gezeten bijvoorbeeld. Ja, ik ben er nou toch. En er zijn hier ook, het is een hele goede fotografen. Denken jullie dat het mogelijk is als ik ergens met jullie te fotograferen? Ja. Ik denk het wel.
Ja? Yes. Ik zoek jullie later op, goed? Oké, tot zo. Tot zo. Okay. Als mijn kijkers bijvoorbeeld model willen worden, is er dan één tip die echt heel erg belangrijk is? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je een beetje de leeftijd hebt van minimaal 15, 16 jaar als je gaat beginnen. School afmaken is heel belangrijk. En je moet natuurlijk ook wel een beetje een bepaalde lengte hebben. Dus minimaal 1,74 is wel heel handig. Want anders pas je bepaalde kleding niet en dan wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. Ja, dus ik ben eigenlijk veel te klein. Maar jij gaat nog heel erg groeien, toch? Na 13. Oh, dan ga je zeker nog een beetje groeien. Ja, en anders heel veel aan een rekstok hangen. Hoe schrijf je je eigenlijk in? Moet je naar een modellenbureau of moet je naar een merk toe? Hoe zit dat precies? Nee, het makkelijkste is dat je wel naar een modellenbureau gaat. Want zij zijn heel goed om jou te vertegenwoordigen bij heel veel verschillende klanten. Dan stuur je een mailtje met je maten en met foto's. En dan willen ze altijd, een hele goede tip, foto's zien waar ze niet heel veel make-up op hebben. Want heel veel meisjes denken altijd, oh, dan ga ik helemaal mijn haar doen en make-up op doen en mijn allermooiste jurk aan. Maar ze vinden het eigenlijk altijd het leukst als jij gewoon lekker bent zoals je bent. Die modellen zien natuurlijk allemaal hartstikke mooi uit. Maar dat is niet zomaar. Ja, ze worden natuurlijk ook mooi wakker, maar er wordt altijd mooi make-up op gedaan. Misschien kan ik dat ook wel even geven. Mag ik misschien ook iets aan mijn haar doen? Ja, ik weet niet wat je ermee kan hoor, want het heeft krullen en het is. Maar kan je er iets mee, denk je? Waar kijk je dan naar bij iemand als je iemands haar moet doen? Nou, wat past bij iemands gezicht? Heeft iemand veel haar, heeft iemand weinig haar? Als iemand weinig haar heeft, kunnen we altijd meer maken. Ja, oké. Okay. Kom gewoon binnenvallen en ik word helemaal voor me gezorgd. Ja, twee. Ja, we doen gewoon alles tegelijk. Oh ja, lekker. Net alsof het voor het echte is. Oké, doe maar. Een klein beetje tussen je baard. Ja. Lekker hoor. Nou, dankjewel. Nou, graag gedaan. Kijk, nou ja. Lekker hoor, heerlijk. Ja, niks meer aan doen. Niks meer aan doen, dankjewel. Doei. Anouk vertelde dus net dat hier alle foto's werden gemaakt. En ze zijn nu bezig, zoals je achter me ziet. En er staan ook paarden bij. En er staan echt heel veel mensen omheen. Er wordt elke keer naar gefriemeld of de haar wel goed zit. Het is best wel gestrest hier. Omdat ik zelf als Hollands Next Topmodel kijk, wist ik al een beetje hoe het eruit ging zien. En het is eigenlijk veel leuker om het nog in het echt te kunnen zien. Want je ziet ook dat er echt heel veel mensen zijn. En omdat het regende was het ook best wel hectisch. En hier zie je alle foto's. Heel mooi. Het regent zo hard dat ze alles moesten inpakken. En nu gaan ze binnen verder met de fotoshoot. De hele ploeg is nu naar binnen verplaatst, omdat het echt super hard regende buiten. En daar zaten fotografen. Dus ik denk dat ik er snel even naartoe ga, want hoe gaat het eigenlijk? Fotograferen met modellen, dus kom even mee. Hallo, goeiedag. Ja. Bart. I'm Billy. I don't speak Dutch, actually. Oh. Although my name is Dutch. Schepers. Okay. Schepers, oké. Okay. But we gotta do this in English, that's perfect. But what makes a good model? Wat maakt nou een goed model? It's like a combination of everything, like work of obviously like beautiful face. Mm-hmm. And I always like when they have something unusual. So if it's all like pretty nice, it's nice, but it's not so interesting. Mm-hmm. So I like when something like I'm always drawn to the imperfections. I like that. One question. I have like a big dream. Ik heb een grote droom. And that is to be a model, maybe for just one day and be on the picture with all your beautiful models. Is that possible today? Yeah, you could. I think so. Yay! Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you. And good luck with the shoot. Thank you. Heel veel succes. And I see you later for okay, the picture. See you later. Bye-bye. Top. Bart probeert ook met de modellen op de foto's te gaan. Ik weet niet of het hem gaat likken, maar het lijkt me wel heel erg grappig om te zien. Volgens mij mag ik even tussendoor. Een echt model op de foto. Yes. I'm so ready. Ik ben er helemaal klaar voor. Zeker. Yes. I'm really excited. Yes. Wow. Just you two or the horse as well? What's going on? Just me. Yeah. Just me. I'm the lucky one today. Okay, okay. I can do that. I can do that. We moeten lekker dicht bij elkaar gaan staan. Cameraman, kan jij even de microfoon pakken? Oké, nou, dit is het eindresultaat. Wat vind je ervan? Je hebt je best gedaan. Oké, precies goed. Hey, hoe
is het gegaan? Is het gelukt? Het is heel goed gegaan. Ik heb echt een prachtige foto zo voor boven mijn bed. Daar ben ik heel blij mee. En jou, is het een beetje jouw wereld? Nou, het is wel heel veel wachten, dus ik denk het niet. Ja, ben je ook nog, sta ook nog in de regen? Ja. Nou goed, ik heb hem wel een hele leuke dag gehad. Ja, ik ook. Top. Nou, ik hoop dat jij het ook een hele leuke aflevering vond en dat je goed hebt opgelet. Want er zaten in deze aflevering heel veel vraagtekens. En de vraag is nu, hoeveel vraagtekens heb jij gezien? En dan telt deze dus even niet mee. Ja, weet jij dus het antwoord? Stuur het dan naar het onderstaande adres en misschien win jij wel een tablet. Vorige week heeft iemand dat ook gedaan en de winnaar staat nu in beeld. Gefeliciteerd. Dit was het dan en tot de volgende keer. Doei! Doei.